kijkt naar UitTV, jouw uitgaansprogramma voor de regio. Met volop aandacht voor cultuur, dans, muziek, film, theater, concertinformatie en natuurlijk uitgaan. De finaliste van de 46e editie van Kameretten gaat op tour door het hele land. Ze hebben het traject doorlopen van het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Uit tientallen deelnemers zijn zij door een professionele jury benoemd als finalisten van Kameretten 2011. En onder hen zijn prestigieuze prijzen uitgereikt. Net als Bert Visser, Hans Teeuwer, Theo Maassen, Brigitte Kaandorp en Mark-Marie Huibrecht starten zij hun cabaretcarrière bij Kameretten. De moon werd uitgevonden door die Amerikoon Neil Armstrong. Hij plantte zijn voet op die toen nog onbekende planeet en sprak toen de meer dan beroemde woorden. Houston, I am your father. Het cabaret-trio Ongericht Enthousiasme heeft de 46e editie van het cabaretfestival Kameretten gewonnen. De jury loofde de groep om hun charisma, hun lef, gekte en jonge hondenmentaliteit. Wij kennen elkaar al langer, heel lang. Wij zijn broers. En wij hebben een kindervoorstelling gemaakt samen met Kevin als acteur. En zo hebben we elkaar leren kennen. We gaan een spel spelen. Een spel? Ja. Toch niet hints? Hints. Is hints? Ja. We behaalden het niveau. We konden kinderen aan het lachen brengen. En dan dachten we van misschien kunnen we nu al een grote leap maken en volwassenen ook eens proberen doen lachen. Oké. Jij hebt gisteren met mijn vriendin... Ja. Gebold. Huh? Is dat? Nee. Gaan bowlen? Nee. Jullie hebben geflipperd. Ja, is dat? Ja, jullie zijn gaan flipperen. Jullie zijn... Ola. Blankmoed kreeg de meeste stemmen van het publiek en ging er vandoor met de publieksprijs. Een wijs man heeft ooit gezegd dat wij muzikaal kolderkabaret maken. Kolder? Omdat het op geen enkel moment serieus mag genomen worden. Het leven is een feest, maar jij bent altijd zo geweest. Blankmoed is ontstaan in een pittoresk café. Ja, op café in Antwerpen. Twee koffies. Eén grap en één nummer. En daar hebben wij heel hard aan gewerkt, aan geschaafd en aan gebeiteld. En toen hadden we geen grap en geen nummer. Hey, weduwe, zeg weduwe, wat denk je er eens van? Je ziet er werkelijk heerlijk uit. Tijd om op de koffietafel lekker eens van wil te gaan. En toen hebben we heel lang niks gedaan. Dan zijn we terug op café gegaan. Hadden we weer één grap en één nummer. Ja. En die hebben nu uitgewerkt tot een half uur. Ja. Kolder cabaret. Kolder, met een boodschap. De 23-jarige Diederik Smit schrijft voor de satirische website De Speld en dagblad De Pers. Daarnaast is hij presentator van de absurdische rubriek Globaal Nieuws op Radio 1. Columnist voor cabaret.nl en satirisch dagvoorzitter. In zijn voorstelling behandelt hij het nieuws van deze week. Hallo, mijn naam is Diederik Smit. En ik heb in Iran met eigen ogen gezien hoe onschuldige burgers werden geëxecuteerd zonder enige vorm van proces. En dat heeft mij doen inzien hoe kwetsbaar het leven kan zijn. Het leven is een geschenk. En daarom heb ik een zorgverzekering bij Agis Zorgverzekeringen. Mijn voorstelling heet Emergo et Luctor. En het gaat eigenlijk over het nieuws van de afgelopen week. En er zitten misschien ook nog wel andere thema's in, maar dat... blijkt tijdens de voorstelling wel. Kom kijken naar een nieuw cabarettalent in het Posttheater in Arnhem op 24 februari om 8:30. Daarna moet je naar Rotterdam en Amsterdam, waar de voorstellingen op 2, 6 en 7 maart zullen plaatsvinden. Kijk op de website www.kameretten.nl voor alle informatie. Hallo werkvloer? Hallo? Werkvloer? Hallo? Werkvloer? Ja, sorry. Ik had iets in mijn mond. Dat is normaal, het is 4 uur. Bombay Showpick. Janne Schra, Blauw Tsoen en Timo van Stuurbaard Bakkerbaard, die zullen allemaal in om en rond de staat verschijnen en tussen en langs en ondersteboven van elkaar musiceren. Dat alles natuurlijk onder begeleiding van een vette discobal. We hebben het over Geesel XL en Luxor Live, die deze keer iets heel bijzonders doet met een aantal muzikanten die de staat heel erg waardeert. Na afloop zal de staat zelf ook achter de DJ-tafel kruipen om de avond natuurlijk in stijl af te ronden.
Het is een exclusief concert en Geesel XL gaat dit weekend plaatsvinden in het Luxor Theater in Arnhem. Check de website voor alle info, www.luxorlive.nl. Iets heel anders. In de grootschalige comedy Calendar Girls gaan 7 vriendinnen van middelbare leeftijd uit de kleren om te poseren voor een bijna niets verhullende kalenderheren. De dames willen geld inzamelen voor de bestrijding van een hele nare ziekte. Reden genoeg om alle schroom opzij te zetten, want niet zonder slag of stoot gaat als je over de 50 bent. Dit doen ze door middel van het verkopen van een kalender. En dit jaar niet met bruggen of kerken, maar met echte Calendar Girls. Achter het gebak, de breiwerkjes en de bloemstukken zijn de dames naakt. Calendar Girls kreeg in Engeland de ene na de andere prijs en is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Naast een groot aantal topactrices spelen in deze heerlijke komedie ook nog 3 heren mee. Maar dames, die gaan niet uit de kleren. Jammer hè. Woensdag 7 maart om 7:15 in de grote zaal van de Schouwburg in Arnhem. En dan een ontploffing. Afgeknipte bloemen en vastgelijmde pantoffels. Jawel, er is weer alles aan de hand in Kabouterdromenland. Plop en zijn vriendjes krijgen deze keer te maken met een mysterieuze fopkabouter. Maar wie is eigenlijk die stiekemert met zijn flauwe grapjes? Plop en de fopkampioen is een gloednieuwe show. Woordenvol leuke kaboutergrappen. De show is te zien op 4 maart aanstaande in de Nijmeegse Schouwburg om 2 uur. We hebben een hele bijzondere uittip voor je. Kristal, vergroond metaal, edelstenen, spiegels en optisch glas. Je vindt dit allemaal terug in de tentoonstelling Beyond Beauty van Suzanne Drumme met kunstenares Marlies Frenken. Vanaf 25 februari zijn de liggende schilderijtjes van Drummen te bewonderen in het Museum het Valkhof. Let op, van ver lijkt het erop dat deze overzichtelijk zijn, maar van dichtbij raak je gedesoriënteerd door al die details en visuele prikkels van de vloer- en wandinstallaties. Beyond Beauty, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, ik werd uitgenodigd door Frank van der Schoor, dat is de conservator van het museum. En hij wilde heel graag die titel. Dus hij heeft kunstenaars gezocht die hij daarbij vond passen. Dus ik maak een tentoonstelling met schilderijen, met een wandschildering, maar ook met glas. Wat op een soort installatieachtige manier allemaal bij elkaar komt en een soort kaleidoscopisch geheel wordt van allerlei onderdelen. Wat is uw thema? Ik heb geen thema. En dat heb ik heel bewust niet, omdat ik niet geloof dat mijn werk talig bepaald is. Ik werk ook niet vanuit taal. Ik werk veel meer vanuit beeld. Dus ik heb een beeld en daar speel ik mee. Of ik heb een kleur en daar speel ik mee. Of ik heb een ritme van vormen en daar speel ik mee. En dan blijkt dat je daar wel heel veel over kan vertellen. En dat het wel heel veel aanknopingspunten heeft en referentiepunten heeft naar andere dingen. Maar ik heb geen thema. Kunt u aan de hand van het schilderij wat we achter zien, ons zien even uitleggen wat u precies bedoelt? Nou, dit is een schilderij van een ruimte, een tentoonstellingsruimte, waar ik ooit een glasinstallatie heb gemaakt. En nou vind ik die glasinstallaties heel mooi, maar ik vind ook steeds de foto's van zo'n glasinstallatie heel mooi. Een foto was aanleiding voor een schilderij. Wat ik heel mooi vond was dat op dat schilderij, behalve die glasinstallatie, ook ramen staan. Want als je een schilderij met een raam schildert, dan heb je eigenlijk ook een beetje een raam in een ruimte. Er is in deze ruimte, want dit is de projectruimte van het museum, daar zit geen raam. Ik wilde heel graag een raam in de tentoonstellingsruimte. Dus ik dacht, nou dan, als er geen raam is, ik kan wel een stuk uit de muur hakken, maar dat wil het museum niet. Dus dan schilder ik een raam met een werk van mijzelf erop. En dat werk heeft weer te maken met andere werken die hier liggen. Dus er ontstaat een soort echo van het ene beeld in het andere beeld. U doet het niet alleen. U werkt onder meer samen met Marlies Frenken. Hoe is de rolverdeling precies? Ja, het is eigenlijk wel één tentoonstelling. Het is één grote ruimte waar 2 kunstenaars zijn samengebracht. Marlies Frenken maakt sculpturen. En haar werk is in de achterste ruimte te zien. Dus het zijn toch wel een beetje, het is één tentoonstelling, maar wel een tentoonstelling eigenlijk met 2 ruimtes. En de nodige vrijwilligers hier? Het museum heeft heel veel vrienden van Museum Valkhof. En die krijgen een krantje en daar heeft het museum een advertentie in gezet. En gevraagd van, goh, wie wil meehelpen? En nou, daar kwamen 19 reacties op. Dus er waren 19 vrijwilligers die mij wel wilden meehelpen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het gaat ook heel plezierig, moet ik zeggen. En ja, het is heel, heel fijn. Het is echt een tentoonstelling die we met z'n allen maken.
De installaties hebben ook het beoogde effect om te overrompelen of te verleiden. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, ik gebruik heel veel optische effecten door elkaar. Het glas spiegelt en reflecteert. Er liggen letterlijk ook spiegels in het werk die de ruimte gedeeltelijk reflecteren. Ik schilder stipjes op de wand die wel bolletjes lijken. Er ontstaat een soort illusie. Maar er zijn allerlei verschillende soorten illusies aan de hand in deze tentoonstelling. Bijvoorbeeld, dat zijn niet alleen bolletjes, maar ze lijken ook nog eens een beetje bol te staan. Het hele schilderij lijkt bol te staan, terwijl het een plat schilderij is. Je ziet een ruimte erachter, maar ja, die zit er niet achter. Die is net zo plat als die balletjes. En zo zijn er heel veel kijkeffecten eigenlijk die ik heb toegepast en die ik door elkaar heen heb toegepast. En dat is wel iets wat... Ja, waarvan ik hoop dat de toeschouwer echt niet weet waar hij met zijn ogen moet blijven. Ik wil graag genereus zijn. Ik wil graag dat als iemand speciaal naar mijn tentoonstelling komt, de moeite neemt om helemaal naar het museum te gaan, als hij dan komt, dat hij ook beloond wordt. Dat er iets te zien is. Dat hij zijn ogen kan laven. Zeg maar, ik wil eigenlijk dat mijn werk is als een enorme rijke maaltijd. Met heel veel smaken en heel veel geuren. En als je het beeldende vertaalt naar eten. Of als ik het zou vertalen naar muziek. Dan wil ik dat het een groots orkest is. Met paukes en trompetten. En dat je dus echt volledig om je oren krijgt, zeg maar. Zo wil ik dat je hier om je ogen krijgt. Hoe gaat deze ruimte er nou uiteindelijk helemaal uitzien? Nou, het wordt een beetje voller. Maar het wordt niet heel veel voller. Ik zou zeggen, kom kijken. Want het is meer dan de moeite waard? Volgens mij wel. Al zeg ik het zelf, volgens mij wordt het wel een bijzondere tentoonstelling. En dat geldt ook voor het werk van Marlies Frenk. Na al dat kralengeweld ben je natuurlijk razend enthousiast geworden en wil je meer tips? Meer tips, meer. Ja, precies. Tips, ze staan voor tips, je klaar. Voor de tips. Laatste keer deze aflevering in Uitgelicht. Donderdag 8 en zondag 11 maart staat Anouk op het podium in het Arnhemse Gelredome. Per concertavond komen maar liefst 40.000 fans van Anouk naar het grootste theater van Nederland. En dat is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van het Gelredome. De organisatie wil je daarom verzoeken om jezelf goed voor te bereiden op je reis. Aangeraden wordt met het openbaar vervoer te reizen. Het Horecaplein is al vanaf 3:00 in de middag geopend. Kijk enkele dagen voor de concerten op www.gelredome.nl voor de allerlaatste updates, openbaar vervoerinformatie, verkeersinformatie, beschikbare parkeerplaatsen en natuurlijk de vertrektijden. Wegens het grote succes in de afgelopen jaren gaat huis- en natuurfotograaf Jan Vermeer, onder andere bekend van wereldwijde publicaties in National Geographic, ook in 2012 weer fotoworkshops geven in Burgers Zoo. Iedereen met een eigen camera die graag betere natuurfoto's zou willen maken is hierbij welkom. We praten natuurlijk over natuurfoto's. Er kunnen 20 personen per datum deelnemen, dus wees er snel bij. 20 april is de allereerste workshop. Kijk voor meer info op www.burgerszoo.nl. En dan deze Latin Lovers. Die gaan na het succes van de vorige editie voor de tweede maal XXL. En dat kan natuurlijk maar op één locatie in Nederland. En dat is in Nijmegen, Club Matrix. De datum is vastgeprikt op zaterdag 24 maart. En nu al loopt iedereen warm voor deze tropische, maar vooral vrouwvriendelijke en sexy avond in de koude Nederlandse winter. De line-up is met veel liefde samengesteld en van muzikaal hoog niveau. Naast Jesse Garcia, die speciaal vanuit Spanje komt overgevlogen, staan ook Roog, Chris Rocks, Jasper Clash, Timothy Fall en MC Hates in het pronkende rijtje van artiesten. Meer info is te vinden op www.matrix.nl. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze aflevering van UitTV. Ging het allemaal te snel voor je of wil je het nog een keer terugzien? Zoek dan deze aflevering van UitTV even op via www.kanaal13.tv. En dat is ook op je mobiele telefoon of op je tabletcomputer. Geniet van je weekend en tot volgende week.